Mijn naam is Diana van Hout. Ik ben hoogleraar formeel belastingrecht en verbonden aan Tilburg University en aan de Radboud Universiteit. Ik heb onderzocht hoe het gesteld is met de fiscale rechtshulp in Nederland. Je ziet dat er eigenlijk gebrek is aan fiscale kennis op alle vlakken. Dus zowel bij de burger, die daar gewoon zo min mogelijk mee te maken wil hebben. Maar je ziet ook dat het belastingrecht een heel specifiek rechtsgebied is. En dat er eigenlijk onvoldoende kennis is, ook bij hulpverleners. Ik wilde heel graag meer rechtvaardigheid in een samenleving die we eigenlijk veel te complex hebben gemaakt. Met allerlei wet en regelgeving. Belasting is gewoon heel complex, waardoor je of geld laat liggen of misschien wel heel erg in de problemen komt. En daarvoor heb je gewoon kennis nodig en die ontbreekt bij heel veel mensen, maar ook bij maatschappelijke organisaties. Een van de aanbevelingen die ik gedaan heb is om een belangenbehartiger te implementeren in Nederland, die dus kan opkomen voor de rechten van belastingplichtigen. Dat is ook opgenomen in het regeerakkoord. Daar zijn ze momenteel mee bezig om allerlei maatregelen te treffen om die ook daadwerkelijk te kunnen implementeren in Nederland. Dus dat is al een heel mooi begin. En daarnaast hebben wij de Stichting Ondersteuning Fiscale Rechtshulp opgericht, waarbij we alvast aan de slag zijn gegaan met een grote netwerk van vrijwilligers om die rechtshulp al te kunnen verbeteren. We zijn hier nu bij de Belastingwinkel in Tilburg en dit zijn onze studenten. En dit is een van de organisaties die wij bijstaan en helpen daar waar zij hulp nodig hebben. Dus we werken vanuit hun vraag. Ja, mensen kunnen hier terecht met al hun belastingvragen. Het is wel belangrijk dat ze niet een te hoog inkomen hebben. Want we richten ons echt op die doelgroep vanaf een bepaald tot maximaal een bepaald inkomen. De landelijke aangiftedag houdt in dat in ieder geval alle belastingwinkels in Nederland open zijn op die dag. Dat is altijd op de tweede zaterdag van maart. En mensen kunnen terecht onder andere bij de website www.landelijkeaangiftedag.nl om te kijken waar ze hulp kunnen krijgen bij het invullen van de aangifte. En voor maatschappelijke organisaties hebben we www.sofier.nl. En daar kun je dus hulp vragen als maatschappelijke organisatie.